We maken een tour door de omgeving om te zien welke impact corona heeft op mensen, op ondernemers, op verenigingen en stichtingen. Vandaag zijn we op bezoek bij Arno en Marga. Ze hebben pas dit prachtige café De Cup overgenomen en worden gelijk geconfronteerd met het sluiten van de horeca. Marga, dankjewel dat we te gast mogen zijn. Je hebt natuurlijk pas dit prachtige café overgenomen en ineens was het dicht. Ja. Wat dacht je toen? Oh mijn god, nou die toen, hoe moet het? Wat gaat er gebeuren allemaal? Ja. Ja, het was, was vrij shocking. We zaten er net een maand in. Een maand? Nee, 2 maanden. 2 maanden. 15 maart zijn moesten we dicht of 16 maart. Ja. En 15 januari zijn we begonnen. Want in één keer vallen dan de inkomsten van 100 naar 0. Ja. Ja, klopt. Geen inkomsten, vast lasten lopen door natuurlijk. Ja. Ja, dat was wel moeilijk in het begin, ja. We hebben echt wel slecht geslapen en de onzekerheid is gewoon heel groot. We hadden dus totaal geen buffer van de eerste 2 maanden. Maar goed, de carnavalsoptochten waren ook al uitgevallen. Ja. Wat zeiden mensen om je heen? Hebben die daar dan begrip voor? Of die zeggen die hoe kunnen we helpen? Of zeggen die niks? Ze hebben daar begrip voor in die zin dat we krijgen heel veel sms'jes en appjes en kaartjes in de bus en zoiets van vaste gasten. Ja. Mensen die aanspreken op straat van, goh, we moeten heel veel aan jullie denken en als we iets kunnen doen. En, je krijgt wel heel veel sympathie, dat wel. Ja, in het begin toen ze met die regelingen kwamen was dat vrij warrig allemaal. En ik bedoel, uren aan de lijn. Maar goed, dat kan ook niet anders. Toen wij eenmaal in de molen zaten en we hadden de aanvraag ingediend, toen hadden we binnen een week de bijdrage van de overheid op de rekening. Ja. Dus daar kan ik verder niks over zeggen. Ja. Het is alleen, kijk, voor een kleine kroeg, wij hebben geen personeel, dus voor ons is 4000 euro veel. Ja, ja, ja. Maar goed, ik kan me voorstellen als je een grote zaak hebt en je hebt heel veel vaste last en zo, is dat natuurlijk een kleine plaat. Wij doen ook nog event catering, wij staan heel veel op festivals. Maar die gaan ook niet door, die events? Dat is nog veel erger, want die gaan het hele jaar niet door. Wij zitten dus ook nog in de eventbusiness met één poot. Dus op een gegeven moment zijn we gaan denken, van, kunnen we dat niet gaan combineren? Dat pand ligt er, die huur moet betaald worden, we kunnen een biertje tappen. Ja. Als we nou eens proberen om, gelukkig hebben we hier zo'n schuifraam omhoog. Ja, dat is mooi. Ja. En we kunnen de 1,5 meter garanderen. En dan merk je toch ook weer heel veel mensen die het je gunnen. Dus mensen, haal die stroopwafels even niet uit de supermarkt. Je kunt ze hier gewoon speld komen halen. Hè. Dus koop lokaal. 3 stroopwafels en een wafel met Nutella erover. Dan gaan we eens even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Dankjewel en veel succes, hè. Ja, dankjewel. Groetjes aan Arno, hè. Ja, dankjewel. Nou heren, kijk eens met wat voor creatieve toestanden hier wordt gewerkt. Echt respect en koop lokaal en eet stroopwafels voor het goede doel.